Woede onder horecaondernemers. Coronaminister Hugo de Jong is van plan geld te vragen voor toegangstesten op den duur. Ondernemers zijn bang dat de drempel om een kopje koffie te drinken dan wel heel hoog wordt. Het voorstel is om €7,50 voor een toegangstest te moeten betalen om het terras op te kunnen. Horecaondernemer Frank Loijs uit Hilversum snapt daar niets van. Ik kan me bijna niet voorspellen wie dit bedacht heeft of hoe het bedacht is. Maar we hebben het er al maanden over dat er niet of nauwelijks besmettingen buiten plaatsvinden. Nou hebben we als eerste opstap dat we iets ruimte krijgen en verlichting zouden krijgen op het terras. En nou wordt er een volgende blokkade opgelegd. En ik kan me nog wel voorstellen als je bijvoorbeeld bij een sterrenrestaurant gaat eten, dat je het niet zo erg vindt om €7,50 te betalen voor een sneltest. Maar als je gewoon een kop koffie en een gebakje komt eten, dan ga je toch niet eerst langs de sneltest praat. Veel van de bedrijven die daarmee te maken hebben en die eigenlijk normaal gesproken in een vrij laagdrempelig concept zitten, dat die zullen beslissen om niet over te gaan. Het gaat niet mensen verplichten om 2 drankjes te drinken en vervolgens je eerst te moeten laten gaan testen.